Samenwerken aan een mooie Nederland. Daar geloven we in en daar werken we ook graag aan. En vandaag gaan we kijken hoe we met het GVB en andere partners een flinke verduurzaming hebben gerealiseerd. Ja, en je ziet het goed achter mij, we gaan het water op. Ik vaar vandaag mee op de eerste elektrische veerpont op het Noordzeekanaal. Die vaart tussen Velzen en Beverwijk. Waarom is deze verbinding zo belangrijk voor het GVB? Deze verbinding, en dat gaat overigens ook voor de andere drie verbindingen op Buitenhuis en Zaandam, zijn voor de fietsers en voetgangers van essentieel belang, omdat er geen andere mogelijkheid is om van de ene kant van het Amsterdam-Rijnkanaal naar de andere kant te komen. Dus geen pont betekent geen verbinding van noord naar zuid en andersom. Nou was dit een heel nieuw concept, hè? Een nieuwe elektrische veerboot. Waarom is duurzaamheid voor het GVB zo belangrijk? Nou ja, GVB in totaliteit heeft natuurlijk best wel wat voertuigen, in dit geval ook vaartuigen rondrijden en varen. Dus daarmee best een grote bijdrage aan de uitstoot. Dus als je dat kan verminderen, is dat voor iedereen prettig. Ja, en die moderne eisen, heb je heel veel partners voor nodig. Hoeveel is het nou om met zoveel verschillende partners samen te werken? Op zich heel erg leuk. Het geeft je ook wel eens wat hoofdpijndossiers. Maar goed, dat heb je altijd. Het moet afgestemd worden. Iedereen maakt zijn eigen deeltje. En uiteindelijk moet je zorgen dat al die deeltjes op elkaar passen en dat het systeem functioneert als één geheel. We staan in Velzen Noord en we kennen natuurlijk allemaal de laadpalen van thuis, maar deze zien er wel wat anders uit. En bij me staat Danny, uitvoerder bij BAM Infra. Kun jij er wat meer over vertellen? Het GVB wil graag overstappen van de oude dieselboten naar elektrische boten. Die moeten geladen worden en daar hebben wij deze stations voor gebouwd. En wat maakt dit laadstation nou zo bijzonder? Vooral het circulaire gedeelte wat we hebben toegepast. De houten panelen zijn volledig gerecycled, dus die krijgen hier mooi een tweede leven. Bovenop het dak is een groen dak met plantjes en een insectenhotel. Aan de buitenkant hebben we diverse vogelhuisjes toegepast en in het hout zijn ook nog vleermuizenhotels verwerkt. Wat maakt het nou anders om voor deze opdrachtgever zo'n laadstation te bouwen? Wij bouwen al heel lang soortgelijke laadstations, alleen laten we er dan trams mee rijden en treinen en in dit geval boten. Dan heb ik nog één vraag, Danny. Mogen we even binnenkijken? Dat mag zeker. Als jij je helm even opzet, dan gaan we even naar binnen. Gaan we doen. Tof. Wow. Ja, mooi hè? Ja. Dit is de tractietravo. Hier maken we van 10.000 volt. Door de travo maken we ongeveer 750 volt wisselspanning van. En je hoort het al brullen. Ja, dit is het zenuwcentrum van het gelijkrichterstation. Hier wordt daadwerkelijk de spanning die van de travo komt omgezet naar gelijkspanning en uiteindelijk naar de boot gebracht. Dus vanaf hier gaat het de kabel in en uiteindelijk naar de laadarm. Ja, precies. En de mensen die hier op de pont komen, wat merk je die er nou van? Ja, die zijn laaiend enthousiast allemaal. Dat ze gewoon niks meer horen aan het dek, geen stinkende uitlaatpijpen die over het dek heen blaast. Het is super. Ja, en nou staan we aan de kant van Velzen. We gaan naar Beverwijk zo dadelijk. Daar wordt ook geladen. Wat is er nou anders aan het laden? Nou ja, je doet het nu in 3 minuten elke keer dat je voldoende stroom laat om een keer heen en weer te varen. En voorheen moesten we gewoon, 2 uur stond er een tankwagen aan boord om 8000 liter gasolie erin te gooien. Ja, en dat is wel een heel erg groot verschil natuurlijk, maar we komen daar zo dadelijk aan en ik ken het stekkeren natuurlijk van de auto, maar hoe werkt dat bij deze boot dan? Volautomatisch. We hoeven alleen maar 1 knopje in te drukken en dan werkt het gewoon. Want degene die dat bedacht hebt, die heeft dat gewoon heel goed gedaan. Hij vertrekt weer. Hoe gaaf was dat? Samen met het GVB en heel veel andere partners werken we aan het verduurzamen van de veerpont over het Noordzeekanaal. En dit was de eerste, maar de volgende nog 4. En zo bouwen we samen aan een mooie Nederland.